Hallo allemaal en welkom terug. En we zijn zojuist onderweg naar ons ruimteschip. En hier, ik dacht, ik kon ik wel even vorige, maar ja, de tijd was helaas om. Ook over tijd gesproken. Polsbandje van mijn horloge gaat een beetje strak zitten. Post, nee. De andere kant op. Hoe zou ik Jason of Wilsam willen omschrijven? Ze praat een beetje lijzig. Is 100% evil. Houdt ervan als je dark dingen kiest. Erg warm. Als je begrijpt wat ik bedoel. Sterk. Oh, filmpje. Nou, vette. Kijken. Kom. Wauw. Oh, look at that. We're going in style now. Nice ship. Are you leaving, Dragon Cut? Er gaat jou niks aan. You have something to say about that? On the contrary, I have a going away present. En je liegt wat? Sylventa Graffin sent me to deliver this token of her appreciation. Yes. For all you've done for her. It will greatly enhance this new ship of yours. Tell her I said thank you. I'm afraid I won't be able to do that. You see, Sylventa's husband, Lord Grathen, has a different present he wants to deliver. Apparently, he says you know too much. Lord Grathen is dead. Don't waste your last few breaths on idle threats you have no way of carrying out. I've murdered just about every form of sentient being in the galaxy, and... Oké, dan ga je ook dood. Mijn best. Intimideren, uppatij. Negen, laat nou op. Negen, ja. Dit is een van mijn favoriete skills. Maar het duurt altijd lang voordat hij komt, voordat hij opgehoord is. Zo, red. Ga nou heen, man! Hey, ik heb iets gekregen. Oh, dame, je gaat problemen met me krijgen. Oh, wacht maar. Je gaat problemen met me krijgen. What the fuck? Naar beneden. Wee! Het is goed, het is de mijne, het is goed. Als je bounty aan het speelt, moet je je schip jetten. Het gaat niet zonder slag of stoten. Wee! Nou, gaan we eerst even met vette babbelen. Hyperthreading. Waar stond Vette ook alweer? Oh. Oh god. Ja. Hi CRV2. 2-4-8. Ja. Zo, I get a starship back. I am relieved and pleased that you find me a bit. I will never disappoint the fan program for any paid for mail tasks. Including but not limited to Neon Pelican aboard this Fury class Imperial Interceptor. I find all of this yeah.
including your own private astrogation console, contains a updated map of the known galaxy. I have a mission to complete. Time to see what this ship can do. Goodness, you are deactivating me. I mean, good luck. I regret I am unable to offer you combat support. Alsjeblieft. Hey. Man. Even kijken, dit is volgens mij vet, hè. Die andere streek. Dat is toch mijn deur gekoppeld. Dit is streek. I assume you've settled in. I don't know anything about your homeworld or its people. What are they like? Your foes deserve nothing less than death. Your only mistake was offering them help in the first place. Since you aren't flying around the galaxy on your own, I assume you lost that starship you captured. Niet meer, dank u. Nummer 2. Ja, die andere die hebben vragen, want die heb ik nog niet vrijgespeeld. Ik kwam position level 50 en 70. I was a slave when I was a little girl. Ja, dat zie je wel. Before I got free. Ja. Sort of full circle, I guess. Ja, shut up. Nee. You work for a Sith, as all in the Empire do, but your collar has been removed. Nou, dat zeg je nou wel, maar volgens mij zit hij er nog. My mother and sister and I were grabbed when I was little. Ja, mijn moeder en zuster. Er is één zuster. Heette die zuster ook alweer? I got sold to a Rodian, then a hut, then some sort of weird three-eyed thing. Heette die zus ook alweer? Want daar kan je ook mee vluchten. Ik heb het nog nooit gedaan. All of this while you were still a child. Yeah, I was 7 or 8 by the time I landed with 3 eyes. Anyway, I guess you know you've moved around too much when a Sith ship starts to feel like home. You've learned to be adaptable. That's a good thing. Make the best of it? Yeah. Thanks for the talk. Maar ben je die zuster ook al in? Zo, 87. Wauw. Ja, oké. Nou, we gaan. Waar staat die onder eigenlijk? Ah, niet belangrijk. Praten. Dit wil doen. I've seen better. If you want better, you'll learn to show appreciation. And what should be done?
Je krijgt geen ander ruimteschip, dus dit is het enige die je krijgt. Nou, oké, je hebt er nog eentje, maar dan moet je, dogfights houden. En dit is waar ik niet van heb. Oh my god, my spies, Spider-Man. Where do you suggest I begin? The information we second from that Republic agent will be our map. We know my spy, Marshadar. We know where this Padawan was discovered, where she trained, and that the Jedi have sent someone to investigate my spy on Balmora. The Padawan will have to be hunted down and destroyed. But first, you must secure my network by silencing my spies on Balmora and Nar Shaddaa. Consider them wiped from existence. Surely, sir. Less than that will be sufficient. My contacts on Balmora and Nar Shaddaa will detail what must be done. Ach, die andere opties waren wit, dat weet ik. Bring cruelty. Bring rage. Bring death. Oh, dat zie je zeker. Ja, toen de 325 punten gescoord. Dus. Mag niet uit. Het is zover. Veel jagen. Het duurt nog even voordat ik de... ooit heb. Dus tot die tijd moet je even bij mij blijven hoor. Badam badam bam bam bam. Pardon you, type / ignore character name. Gewoon rechtsklik op de naam en dan zeggen bijvoorbeeld ignore. Dat is veel makkelijker. Oh god, ik trap er weer eens een keer in. Ik word gek van mijn eigen, kom op. Je bent geland, dan moet je eerst weer met dat ding lullen. Yes, I arrived. Huh? Oh, wacht, ik ben nog niet getraveld. Hopelijk wil ik zien meer. En ook even kopen graag. Oh. Je doet het 50.000. Oh, nou ja, ik kan wat gaan doen. Welke wil ik eerst gaan doen? Nar Shaddaa, want daar heb ik een hekel aan. En je zal gek op je neus kijken hoe vaak je daar nog heen moet. Als je al lang klaar bent met deze quest hier. Quest van je companion bijvoorbeeld brengt je hier naartoe. Oeh, spacey. Vergeet die naam van de zus helemaal en haar echte naam. Even kijken. Ah, oh, jezus. Weer met het ding houden nelen. Ja. Stil. I see you've landed on Nar Shaddaa. It is, I'm afraid, the armpit of the galaxy. Daar heb je gelijk in. Wat een afschuwelijk gedeelte. I want to make quick work of this place. Then you must remain focused. Oh, I'm all focused. Nar Shaddaa is a planet of frivolity and distraction. Gambling, spice, rampant black market and gang territory disputes. But you are there to eliminate my spy, Agent Delacon. Normally, it would be a trifling task,
but Vedicom has acquired a powerful ally. Surely this person wouldn't dream of defying you. He seems to relish it. Agent Vedicom's new benefactor is a young Sith Lord named Rothari, an upstart who openly disrespects my methods. Rothari prefers a more blunt approach. The Dark Council has granted him dominion of the Sith interests on Mar Shadar. All that's about to change. I would celebrate the day that nuisance was quelled. Agent Vedicom knows much about my organization. I cannot have Rothari in possession of such a resource. Burn Rothari to the ground, destroy everything he's working for, and kill Agent Vedicom. Sounds like my kind of fun. Haladrel Setson runs my slave operation on Mar Shadar. She is ready to receive you and can fill you in on Rothari's move. Oeh, wat een grove abo, zeg. Ik heb daar zo'n hekel aan, hè. Zeg iets. Twee lijnen, meer dan genoeg. Oh, wat heb ik weer. Wat is er? Ik kan er in de keuken, ja, daar heb je een kettelaar. Maar nee, ik zit hier al. Maar ik vind het niet erg. Behalve 's nachts als ik net in mijn bed lig. Hey, joegie. Hey, jongen. Dag, kie. Oh, sorry. Weg, man. Wat, dat is even talig verwarrend. Oh! Nooit de kat aaien als je aan het lopen bent, want dat word je afgeleid. Was je nou met de lift gegaan? Nee. Ja. Nee, ja. Er zal met de lift gegaan. Nee, ga weg. Geen tijd. Moeten we weer vliegen. You're not a flight master, you are the flight master. Naval plans are currently open for business. Diddle-doot-doot-doot-doot-doot-doot. Hey geest. Hey maatje, ken je me nog? Ik heb laatst nog questen voor je gedaan.
Oh, dan geef ik dat je me in de maling dan. Sweet talk me all day, darling. The exchange is moving in on this operation here. No amount of sugar gonna change that. Believe me, you're going to prefer the sugar to the spice. Take one step closer and there'll be 2 dozen Siths around you. 2 dozen? That's a dead giveaway, darling. You got none. One is all she's going to need. See? Not so smug now, are you, Captain? So you do got a Sith up your sleeve. Well, of niet. We've been trained to take out Sith. And flex our muscles. I've suffered you long enough. Kill the Sith. Stel ik iemand. Oh, verkeerde toe. Ik zit op een numpet te drukken, slap maar uit. Geen drops. You have a flair for dramatic entrances. I probably could have handled that, but I'm grateful for your timing. You're the apprentice Darth Barris prep for me, yes? You figured it out. The obvious is my specialty. That's why I keep petitioning the Darth Vader raise. And need for life. The drill sets him. So you're here to take out Lord Rafari? Mm-hmm. Won't be easy. He usually just appears, devastates, then disappears. Mm-hmm. We'll have to draw him out. Mm-hmm. He's been making some major power plays. Yeah, I'll let him. Disrupting them will get his attention. Sounds like a plan. Barris trusts me for a reason. First, Rafari has been strong-arming the Hutt cartel. From what I hear, they're close to signing over some important territories to him. He and his apprentice, Girik, are in conference with the Hutts at cartel headquarters. If you burst in... I'd be facing a lot of firepower. Well, yeah, if you just went in there lightsaber blazing. Yeah. The cartel is an Imperial ally. Rafari can't just beat on them. He has to play diplomat. Unfortunately, the same applies for you. If things turn violent between you and the Hutts, better if there's no one left to identify you. Uh-huh. There won't be a heart left beating. It could get hairy. Those oversized slugs have some pretty buff bodyguards. Mm. When all this intrigue is over, and Rafari is a memory, maybe we can get to know each other better. Ik zou wel willen, alleen gaat het niet gebeuren. In order. I look forward to it. I have a feeling ja, ik eerlijk gezegd niet. I've got a shipment of slaves to send out, but I'll be here. Laten we zeggen, het is een valse belofte, maar ze kunnen er niks aan doen. Oeh. Yummy, yummy, yummy. Die niet, die. 25.000 credits per stuk. Yep, en dat zijn allemaal cadeautjes voor de companions. Small, large. Moderate. Wow, I love it. Dezelfde, die is moderate, die is small. Small. Maak die even open. Yes. Trek aan. Dit kunnen we gebruiken. Dit kunnen we gebruiken. Small. Ja, small doe ik niet. Want ik kan voor een andere companion kan het weer groot wezen. Mochten ze een beetje hetzelfde zijn. Oké. Okay. Wat is mijn level met nu? 4? 8! Oh! De helft. Meer. Oké, we gaan eruit. Het is een val. Lalalalal. Hey, grappie, je bent er nog steeds, jongen.
weten, die willen niet weten. Blauw of de grote storm, waar ik ben en ik niet vergeten. De mijne stond in de Jordaan. Zwetteriek. En weet je waarom ik dit haat? Slechts vanwege één ding. Zometeen als je hier staat te kwesten, dan hoor je een via een luidspreker, een vrouw spreken. Maar je hoort niet wat ze zegt, omdat ze een hele rare taal spreekt. En dan, hoe is mijn wijn nou, maar is mijn spreek maar kwart. Oh, man, als je dat de hele dag hoort, dan word je helemaal gestoord. Het is geen Simlisch wat ze spreken, dat niet. Dan kan je nog wel een beetje om taak taak. Moest je bisje? Maar dit is echt een beetje, ja, echt gewoon een doodirritant geluid. Ik hoop dat ik het niet kom te horen. Maar meestal hoor ik het al op een afstand, omdat ik er zo'n hekel aan heb. Maar nu nog niet. En de eagle has landed. Hoi, waar gaan we heen? Helemaal daar naartoe. Ah, oh jawel, dat redden we wel. Boom. Teleporteer, vet, kom. Ploep. Goed zo. Even kijken. Die kant op. We gaan even op de motorfiets. Nee, geen sidequesten. Geen tijd. Geen tijd. Ja, ik ben zelfs een plicht geworden om met Jedi's te spelen. Alle klassen van de Jedi's. Dat heeft niks met de quest zelf te maken, dus ik sla over. Sorry. Ik sla mijn patatje. Hallo. Denk je wel om een voertuig? Ja. Ik heb hem net in de was gezet. Voor jou dead penalty. En voor jou ook. En jij denkt dat komt wel aan lopen lopen? Kom maar als je durft. Max zoet de koek van je. Pssa. Gek. Wii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 
En ik hoop zo erg dat deze ook niet tegenvalt. Deze heb ik ook gepre-orderd. Maar ik had ook Warcraft 3 gepre-orderd. Oh. Wat een rotspel. Man. We kregen, omdat het uitgesteld werd, kreeg ik december geleden jaar een mailtje dat ik mijn geld terug kon krijgen. Ik heb spijt dat ik gezegd heb dat ik niet hoefde, dat ik het spel wilde hebben. Oh, wat een ellende. Ik heb hem niet eens meer geïnstalleerd. Zeg, blijven we aan de gang. Ik heb hier geen tijd voor. Ik heb jullie niet nodig. Ik kan jullie niet misbruiken, dus... Rot op. Laat me met rust. Hetzelfde geldt voor jou. Stom ding. Oh, ik zie wat te scannen. Dan heb ik niet eens op de minimap hoeven te kijken. Wauw. Fantastisch. Als je even tijd hebt, man. Even kijken. Personal conquest increased. Ja, kom maar. Ik zag hem al staan en dan valt hij niet aan totdat je er voorbij loopt. En dan in een beetje slaapje of zo. Want toen ik naast je stond of liep, zag je me niet, deed je niks. En dan ben ik verder gelopen en dan moet ik weer teruglopen omdat je me aanvalt. Kom op, doe mij een plezier. Nee!
Eerst 3, dan 4, kijk. Ik ga even loot. Oh, we zijn maar even op het einde. Wat gaat de tijd nog altijd hebben? Ik bedank jullie voor het eten. Voor het kijken. En ik hoop jullie maar goede filmpje weer te zien. Doei doei!